Heeft u ook wel eens last van hoofdpijn, rugpijn, pijn in de schouders en in de nek en tintelende vingers, handen en benen tijdens het werken achter de computer? Dan kan dat misschien te maken hebben met een verkeerde zithouding. In deze video laten we u zien hoe u uw werkplek beter kan afstellen. Om een goede zithouding achter uw laptop of computer aan te kunnen nemen, is het belangrijk dat u gebruik maakt van een bureaustoel met instelmogelijkheden. Een normale stoel zonder instelmogelijkheden kan uw lichaam niet goed ondersteunen, waardoor u te weinig steun kan hebben en scheef en krom komt te zitten. Maar hoe stel je een bureaustoel nu goed in? Het allerbelangrijkste is dat u goed achter in de stoel komt te zitten met uw voeten plat op de grond. Of gebruik een voetenbankje. Daarna ga je kijken naar de zithoogte. De hoek van de benen moet 90 graden zijn. Zorg dat de bovenbenen en knieën niet worden afgekneld. Stel de zitdiepte zo in dat er enige ruimte is, dus een vuist of je vingers, tussen de zitting en de onderbeen. De onderrug moet voldoende ondersteuning krijgen in de lendenholte. Stel de rugleuning zo in dat u voldoende steun hebt en dat de leuning mooi met uw ruggenwervel meeloopt. Bij ontspannen armen moet de hoek van je armen 90 graden zijn. Wanneer je armen te veel hangen, zijn de armleggers te laag. Bij opgetrokken schouders zijn de armleggers te hoog. Ontspan je schouders en voorkom opgetrokken schouders. Voor het instellen van je bureau is het goed om te weten dat de armleggers van je bureaustoel gelijk moeten zijn aan het bureau. Pas zo nodig de hoogte van het bureaublad aan. Als dit niet mogelijk is, kan u ook de hoogte van uw stoel veranderen. Gebruik bijvoorbeeld dan een voetenbankje. Let hier wel op, als u gebruik maakt van een voetenbankje, kan dat zijn dat uw zithoogte weer verandert. Stel dan opnieuw uw zithouding in. Ook is het belangrijk om uw beeldscherm goed af te stellen. Het meest voorkomende probleem is dat mensen naar beneden kijken. Door deze houding kan u pijnklachten ervaren in uw nek en rug. Zorg ervoor dat u uw laptop op een laptophouder zet. Zorg dat het beeldscherm tussen de 55 en 75 centimeter van uw ogen afstaat. Dit is ongeveer gelijk aan uw armlengte. Daarnaast wil ik u voorzien van enkele tips. Wissel af met andere werkzaamheden. Bewegen. Pak even een extra kopje koffie of thee om de extra beweegmoment te hebben. Zorg voor voldoende pauze. En doe van schouderoefeningen. Op onze YouTube-pagina bieden wij enkele schouderoefeningen aan die wellicht helpen om uw schouders te kunnen rekken, strekken en ontspannen. Heeft u vragen of komt u niet helemaal uit, dan bent u altijd van harte welkom bij de ergotherapeuten van Van Zuilichemzorg. U kunt ons bereiken via het onderstaande nummer of via de website www.vanzuilichemzorg.nl.